Op de werelderfgoedlijst van UNESCO staat sinds 1985 ook het Jordaanse Petra. En terecht, want het is indrukwekkend oude architectuur. Zeker wanneer je je probeert voor te stellen hoe mensen dit ooit hebben kunnen maken. Petra was de Romeinse naam van de hoofdstad van de Nabateërs en is gelegen in het huidige Jordanië. Vanuit de ruimte lijkt het alleen maar heuvels en kloven, maar schijn bedriegt. De stad werd uitgehouwen uit de rotsen. Hoe desolaat dit gebied is, wordt duidelijk bij de nadering van Petra. Een roesbruine woestenij strekt zich hier uit tot aan de horizon. Het is niet te geloven dat hier een stad heeft gelegen. Petra was al verworden tot een ruïne toen de Zwitser Louis Burckhardt, vermomd als Indiase handelaar, de stad in 1812 herontdekte. Langs de weg naar de kloof die uitkomt in de oude stad zijn al resten te zien vanuit het rode zandsteen gehouwen grafmonumenten. De Bab Asik is een tombe die in de eerste eeuw voor Christus werd gebouwd. De architectuur is een mengelmoes van Egyptische, Griekse en Nabateense stijlen. Om in Petra te kunnen komen, moeten we door de Sik. Dit is een door een prehistorische aardbeving gecreëerde 1200 meter lange kloof met muren van wel 200 meter hoog. De Nabateërs waren erg inventief. Zij hadden een ingenieus systeem ontwikkeld om water in de stad te krijgen. In de wanden waren smalle goten uitgehakt die drinkwater vanuit een bron bij Wadi Moussa transporteerden naar vergaarbekkens in de stad. De bredere delen van de kloof zijn verfraaid met altaren en nissen met godenbeelden van onder andere Al-Uzza. Aan het eind van de kloof waren we ons in de film van Indiana Jones. Precies op deze plek zijn opnamen gemaakt voor de film The Last Crusade. De kloof komt uit bij de Kasne, de schatkamer van Petra, een pronkstuk van architectuur. De naam is gegeven door Bedouinen, die dachten dat de urn boven op het monument een schat was van de toen heersende farao. Die zou in zijn achtervolging op Mozes en het Israëlische volk al zijn schatten in de urn opgeslagen hebben om ze niet mee te hoeven slepen. Volgens onderzoekers heeft de bouw van de Kasne slechts enkele maanden geduurd. Een documentaire van National Geographic laat zien hoe de Nabateërs dit voor elkaar wisten te krijgen. It must have taken them months to quarry out this rock. When the Nabateans reached the bottom, their blank canvas was ready to be carved.
the second stage could begin. Every cut had to be perfect. If the builders made a mistake, they couldn't climb back to repair it. The Nabataeans' hand tools were only made from crude iron, but they were skillfully used to shape Petra's soft sandstone. As they worked their way down the cliff, the builders started to reveal the finished structure. It was like dropping a vast stone curtain to unveil the masterpiece behind. We got also the Byzantine one. Look for free. De bloeitijd van de stad was te danken aan de strategisch gunstige ligging aan het kruispunt van karavaanroutes die Egypte met Syrië en Zuid-Arabië met de Middellandse Zee verbonden. Van de 3e tot de 5e eeuw na Christus was de stad een belangrijke handelsstad, met name voor wierook dat vanuit Jemen naar het noorden werd vervoerd. De belastingopbrengsten van de handelaren maakten de heersers van Petra schatrijk, wat te zien is aan de gebouwen en grafmonumenten. De Nabataeërs noemden hun stad Rakmu, dat bontgekleurde betekent. Zij waren afkomstig van het Arabische Schiereiland en rond 600 voor Christus kwamen ze in dit rotsige dal in het koninkrijk Edom om een stad uit de rotsen te hakken. Op het hoogtepunt woonden hier ruim 60.000 mensen. Vanaf de straat met de voorgevels nemen we een pad dat ons naar de top van de heuvels brengt. Een paar obelisken markeren de weg naar de hoge offerplaats. De Nabataeërs hebben ook lange tijd een eigen koninkrijk gehad. In 106 na Christus werd hun rijk door het Romeinse Rijk veroverd en ging het gebied deel uitmaken van de provincie Arabia. In 551 was de stad het toneel van zowel een beleg en inneming door de Byzantijnen op de Perzen als van een vernietigende aardbeving. De handelsroute over land door Petra werd vervangen door een route over de Rode Zee. En daarmee was het lot van Petra bezegeld. De stad werd gaandeweg verlaten en kwam in verval terecht. De roze-rode kleuren van de rotswanden komen door ijzeroxidatie in de poreuze zandsteen. Zwavel en bitumen zorgen voor de gele en grijs-zwarte tint. In combinatie met de altijd wisselende inval van de gouden zonnestralen zorgen de rotsen voor een schitterend kleurenpalet. Wanneer we weer beneden zijn, passeren we de ene graftombe naar de andere. De graftombe van de soldaten is opgesmukt met een officier, geflankeerd door twee soldaten in de nissen.
Volgens een legende is Petra de plaats geweest waar Mozes gedurende de exodus van het volk Israël met een slag van zijn staf water uit de rotsen liet komen. Maar in werkelijkheid wisten de Nabateërs door hun kennis van waterbeheer een vruchtbare oase te creëren in de woestijn. In de bloeitijd van de stad waren bloemen en planten geen bijzonderheid. Met de kennis van irrigatietechniek wisten de Nabateërs overal in de stad water te krijgen. Met een open kanaalsysteem brachten ze het water op elke plek in de stad. Its scale and sophistication make it one of the greatest feats of hydraulic engineering in the ancient world. And its efficiency was second to none. All the Nabataeans had were terracotta pipes. Short sections of pipe could be placed into rock-cut grooves, bedded in with mortar, and the joints sealed with watertight plaster. The Nabataeans had to find a way to safely get water through the pipes. And their solution can be seen high in the cliffs around the city. Door de Wadi al-Farassa liep de route die pelgrims namen om bij de grote tempel te komen. Ook hier wemelt het weer van de graftombes. We komen terecht in het stadscentrum van Petra. Hier zijn de straten geplaveid. Langs de weg hebben ooit zuilen gestaan, vandaar de naam Colonnade Street. Hier lagen ook de grotere gebouwen van Petra, zoals het badhuis en de grote tempel. Een aantal van de zuilen van de tempel staan nog vier overeind. Hogerop, richting Kasne, vinden we het amfitheater, dat anders dan bij de Romeinen is uitgehakt uit de heuvel. Het theater bood plaats aan maar liefst 3000 mensen. Ons laatste bezoek in Petra brengen we aan een klooster, dat hoog in de heuvels aan het eind van Wadi At-Tayr ligt. Een trap van 788 treden brengt ons naar de top. Het klooster is het grootste monument van Petra. Het diende tevens als een tempel voor koning Obodas I. De gevel, uit de eerste eeuw van Christus, meet 49 bij 39 meter en is minder uitgewerkt dan de kasne. De kleine kamertjes binnenin het gebouw geven aan dat Aldair gebruikt werd als tempel, de eindbestemming van vele processies. De Nabateërs aanbaden de zon en moesten voor hun ceremonieën zo dicht mogelijk bij de zon komen. Vandaar de hoge ligging van dit klooster.